Soms lijkt het alsof het allemaal een droom is geweest. Alles wat we hebben meegemaakt in de jaren 1943 en 1944. Maar nee, het is toch echt gebeurd. Als ik mijn ogen sluit, dan zie ik het allemaal zo duidelijk voor me. Dan is het alsof ik alles weer opnieuw beleef. Maart 1944. Direct na de bezetting begint ook de daadwerkelijke jodenvervolging. Het eerste op het platteland. Gelaten wachtte Jozef zijn lot af. De trein zal wegrijden. Het onbekende bestemming. Wat brengt ons het lot? De tijd raakt op. Straks komt het. Stop. Overtollig gevraag zal je afgeleerd worden. Let op. Spoedig zul je rekenschap moeten afleggen. Het was Hanna's stem die ik hoorde, maar ik wist met volle zekerheid dat iemand anders door haar sprak. Ken je me? Ken je me? En zo begon een reis die ons voorgoed zou veranderen. Eerst alleen Hanna en ik. Daarna kwam Lily erbij en na verloop van tijd ook Jozef. Kleine bloem, je bent een prachtig instrument. Liefde maakt je stemming goed en al het werk dat je verricht wordt wonderbaarlijk licht. De duivel dondert. In zijn hand wervelt de wereldbol. Maar in jullie is het licht ontstoken. Zie wat zich onthult, je zult open gaan. Ik geloof dat ik nu die droom begin te begrijpen.